Een hele goede vrijdagmiddag jongens, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Timo van den Berg, dat weten jullie. En dit keer even een meer serieuze video. Ik zit hier op kantoor zoals je ziet en lang niks geüpload. Ik zag het laatst 10 maanden geloof ik, of 8 maanden. Niks meer geüpload en dat is gewoon omdat het eigenlijk een beetje... Ja, misschien moet ik het gewoon zeggen. Het is gewoon klaar eigenlijk. Wat we hebben gedaan de afgelopen tijd is gewoon klaar. Want het is denk ik tijd. Ja. Voor compleet iets anders! Voor compleet iets anders! Nou, om maar met de deur in huis te vallen. We gaan natuurlijk niet stoppen met gekke YouTube-content. Zeker niet. Het wordt alleen maar gekker. Ja, het wordt eigenlijk alleen maar gekker. Het wordt alleen maar gekker. We gaan dit soort video's opnemen, maar dan niet saai hier op kantoor. Nee. Maar dan op straat, gekke straatinterviews. Ja. En er staan al hele gekke dingen gepland. Er komen in 2024 hele mooie dingen aan. Ja, zeker. En dat kunnen jullie echt beloven. Wat komt er eigenlijk aan dan, Devin? Er komen leuke boekingen aan. Wij zijn tegenwoordig een act. Samen gaan wij op pad. Wij gaan heel veel leuke dingen doen. Wij gaan met carnaval gaan wij op pad. We gaan met Koningsdag op pad. Er komt een wintertour aan. We hebben stickers. We hebben merchandise. We hebben waaiers. Het wordt één groot gekhuis. Het wordt echt één complete chaos. Letterlijk. Ja. Als je dacht dat DJ Timothy al gek was. Daar is niks. Hou je stoel vast, jongens. Hou je stoel vast. Wat er gaat komen, en daar is deze video voor, dat is dan over 2 dagen. Is het oud en nieuw. Oeh. 31 december 2023. Gaan we hem aankondigen? Die gaan we aankondigen. Kondig jij hem aan? Gaan we hem aankondigen? Als MC van de act mag jij hem aankondigen. Ja, dit is ook niet zomaar een dingetje, hè. Wij gaan op 31 december 2023. Onze allereerste single droppen. Lekker. Ja, dat is goed. Ik ga een klein primeurtje gooien. Gaan we een klein primeurtje gooien? Ja, gewoon die... Even genieten. Wat is het qua remix? Het is een hardstyle remix van een bekende tune. Die bestaat al van Donnie en Mark Schuitmaker. Net uit, 2-3 weekjes. En wij dachten, dat kan beter. Daar moet gewoon een knaller van zijn. Een knaller van een hit. En wij hebben daar een hardstyle versie opgemaakt. En de eerste reacties zijn goed. Ga lekker dit met die focus. Nou, is de focus alweer goed? Ja, eerste reacties zijn echt fantastisch. Ja, en wij dachten, we gaan hem gewoon uitbrengen. Dus we zijn hem nu aan het promoten, aan het teasen en wat dan ook. En de 31ste gaan we gewoon. Gaat voor mij. Zodat jullie hem allemaal nog eventjes kunnen draaien met jullie oud en nieuw feestjes. Stuur ons video's, want deze track gaat echt hard. We zijn de eerste en de beste. Oh, wat is hij dik? Ja, hij is echt super dik. Hij is echt super dik. Krijg er warm van. Dit is de eerste officiële Matties remix. Wat mij betreft sturen jullie ons een DM met... Joh, ik wil 10 stickers. Dan sturen we jou 10 stickers op. Akkoord. En dan kan je die gewoon in jouw gemeente gaan plakken. In jouw club, in jouw café. Lijkt me wat goed. Je wil. Lijkt me goed. Maar er gaan echt gekke dingen aankomen. Wat Devin al zei, we hebben een 2 weken lange wintertour. Eén en al gekkigheid. Ja. Eén en al gekkigheid wordt dat. Er komt echt veel gekkigheid aan. Alles wordt vastgelegd. Dat is belangrijk. Ja. Alles wordt vastgelegd. Volg ons op Instagram. Volg ons op TikTok. En het belangrijkste, volg ons eventjes op SoundCloud nu. Want daar komt over 2 dagen die tune uit. En die moeten jullie hebben en met draaien. Met downloadlink. Met gratis met downloadlink. Downloadlink. Vergeet dat even niet. Ja, dus dat is super ding. Hij kan binnenkort over jouw speakers heen. Ja. Keihard. Ik denk dat we maar gewoon moeten afronden dan. Dat denk ik ook. Kort maar krachtig. Ja. Maar wel leuk. Lekker. Oh, heel leuk. Jongens, volg ons overal. Snel. Wordt heel dik. Jullie gaan het zien. Tot. En, stuur ons video's als je de tune draait. Tot in 2024. Tot in 2024. Lekker man. Dankjewel voor het kijken. Ciao. Ciao.